zie hier ook jouw regenboogdoos liggen. Den Haag! Vandaag gaan we van een mega glijbaan naar beneden in Roblox. Deze glijbaan is namelijk 999.999.999 meter hoog. En ik kan je vertellen, dat is wel heel hoog. Lukt het jou om deze video met jouw linkerpink te liken? Probeer het uit in 3, 2, 1, wow! En koop de merch op alexkleinshop.com. Kijk hoe cool die is! Dennis, Dennis! Alex! Gaan wij van de glijbaan af! Hoorde ik dat nou goed? Hoorde je wat? 999.999.999. Het is heel hoog, Dennis, ik weet het. Maar we kunnen dit, het is leuk! Oké, maar hoe werkt dat dan precies? Oké, dat zal ik je uitleggen. Hier zo staan namelijk allemaal kleine bakjes, zoals je kan zien. Ja? Ja, nu nog niet. Er staan nu allemaal paarse blokjes. Maar elk blokje is een eigen doos! Oké, daar viel ik bijna. Maar hier heb je bijvoorbeeld een neonbox. Hier heb je een dodgebox. Weet je wat dodge is, Dennis? Wow! Dennis! Het is een diamond blok! Ja, ik sprong daar per ongeluk op. Oké, en we hebben een regenboogdoos. Zullen we daarmee beginnen? Ja, ja, ja! Oké. Oh nee. Dennis, heb jij de eerste regenboogdoos? Ja, ga mee. Oké, het gaat gewoon heel rustig naar beneden. Dennis, ik heb twee regenboogdozen aan elkaar hier zo. Had ik niet bij jou in kunnen stappen. Hou je vast. Dennis, waar ben jij? Ik ben 40 keer over de kop gevlogen. Oh nee, ik zie hier ook jouw regenboogdoos liggen. Dennis! Stop bij mij in. Kan je bij mij in stappen? Ga erbij. Dennis! Ik ga zo snel. Doei, Dennis. Ik heb nu geen doos meer. We hebben een heleboel ingehaald. Oeh, we gaan weer helemaal doorheen. We zitten in een portaal. Dit is lava. Waarom is de lava groen? Waarom is de lava blauw? Waarom is de lava roze? Dat klopt niet helemaal. Volgens mij is dat geen lava, maar is dit gewoon een soort lichtgevende vloer? Dennis, waar ben je helemaal? Ik zit op mijn kontje te glijden. Oh, Dennis, dan ga je toch veel langzamer? Ja, ik ben mijn karretje kwijt. Over glijden gesproken, ik zit nu op zijn kop. Dat is ook niet helemaal de bedoeling volgens mij. Ik begin een beetje last te krijgen van mijn hoofd op deze manier. Wow! Waar gaat het helemaal heen? Ik word nog een keertje helemaal misselijk in die glijbaan. Ik zie jouw regenboogdoos hier nog, Dennis. Dit gaat snel. Dennis, ik zit in een of ander regenboog-universum ineens. En ik ga zo mokersnel. Ik ben weer bij het begin. Dennis? Ja? Ik zie hier een katje die danst. Wat leuk. Wow! Ik zie het einde. Is dit het einde? Almost there, zegt de octopus. Langs de octopus. Wow! Ik heb het gewoon langs de octopus gered zelfs. Dit gaat snel. Dit gaat heel snel. Oh my god. Is dit het einde? Volgens mij zijn we er. En dat zal betekenen dat we het hebben gehaald met de regenboogbak. Kom op, Alex. Je kan het. Wow! Bijna. Niet erlangs. Ja! Ik heb het gehaald, Dennis. Ik ook, denk ik. Waar ben je dan? Bij het begin weer. Ik ben er ook weer, Dennis. Hoi. Ja, ik vloog dus als een of andere Superman door het hele universum. Ik weet niet wat er gebeurde toen. Want je had mij moeten zien, Dennis. Ik ging alle kanten op. Welke doos zullen we nu proberen? Ik wil... Wat is een crate? Een crate? Is dat niet gewoon een Houten bak! Ja, daar wil ik in. Ik wil een diamond blok, want die zag ik net al. Die vond ik er zo cool uitzien. Daar gaan we. Dennis, je kan ook met mij mee, hè? Snel. Ja! We zitten samen! Perfect! Eindelijk! Dit is zo leuk, want nu zitten we aan elkaar vastgeplakt ook. Omdat we ze super snel achter elkaar hebben ingespat. We zijn gewoon letterlijk een Minecraft diamond blok. Dit is toch wel het oude diamond blok van Minecraft. Zie je dat, Dennis? Ik zag alleen maar dat we 40 keer over de kop gingen. Ja, dat zag ik ook inderdaad voorbij komen. We hebben een probleempje. Er kijkt één iemand deze video en diegene is nog niet geabonneerd. Waar wacht je op? Kijk nu of jij diegene bent en klik op die abonneerknop. Alex? Ja, wat is er, Dennis? Waarom is dit op zijn kop? Ja, dat wou ik dus net vragen. Is het bij jou ook zo? Dennis, ons haar gaat er zo meteen nog helemaal af omdat dit zo hard gaat. Ik heb geen haar meer, denk ik. Nee, dat denk ik ook niet, inderdaad. Straks valt je snavel nog. We zitten weer recht. Oh nee, toch niet. Oh nee, toch wel, toch niet. Hup, hup,
Oh, oh nee, waarom moeten we nou zo landen? Van alle kanten hoe we kunnen landen, landen we precies weer op ons hoofd. Ah, shit. Hier was de kloker, die vloog helemaal de lucht in. Wow, Dennis! Oh my god, dit gaat nog goed, dit gaat nog goed, dit gaat nog goed. Kunnen we snel gaan? Rustig met het kalletje. Dit gaat heel snel, dit gaat heel snel. Wow! We hebben gewoon een hele ramp hier zo. Kunnen we nou eens rechtop landen, alsjeblieft? Oh nee! We hebben het nou niet gehaald. Dennis, we hebben het niet gehaald met de diamanten doos. Oh, we lagen ook de hele tijd op zijn kop, misschien daarom. Ja, ik denk dat dat het kan zijn, inderdaad. Maar welke doos zullen we nu uitproberen? Wat is een Nyanbox? Een Nyanbox? Oh, Alex. Dennis, wacht op mij, ik ben er nog niet. Nee, ik zit te wachten, maar ik heb het kalletje alvast bekeken. En die wil ik zeker. Wat is het dan? Kijk dan. Span hem eens in, Dennis. Wow, die is zo cool. Oké, ik wil die. Ik heb er heel veel in gespat, volgens mij. Eén hondje. Alex, ik blijf die kotjes bij. Dennis, niet te veel, dan gaat de hele game laggen. Oh, kom. Oh, nee. Dennis. Ik moet er ook een hebben, Oh, nee, het lekt zo erg. We hebben er zoveel, Dennis. Oh, nee. Alex. Wow, Dennis. Ik ben eruit gegaan. Oh, ik ben gevallen, Dennis. Ik ben eruit. Ik ben er ook uit. Ik ben op de grond. Ik val naar beneden. Oh, ik zit ook echt in de ruimte. Zo ver zit er gewoon van de aarde. Maar ik wil ook die doos uittesten. Die kunnen we helemaal hiervoor pakken. Alleen moeten we uitkijken dat we niet te veel inspannen. Want dan gaat alles dus helemaal laggen. Oké, daar gaan we, Dennis. Oh nee, ga nou zitten. Ga nou. Ik zit! Wow! Kijk dat staartje dan. Dennis, waar ben jij? En er niet. Waar ben jij dan? Ik kom er nu aan. Oké, ik zit ook in een karretje achter jou. Wow. Oh my god. Daar gaan we. Maar misschien gaat het nu beter. Wow. Omdat we nu een staartje hebben. En we hebben oortjes. Dus dan kan ik denk ik minder snel op het dak landen. Hoop ik tenminste. Omdat die oortjes er dus zitten. Dus laten we hopen dat het nu alleen maar beter gaat. Dit is zo vet. Ik ben gewoon als een regenboogkatje door de ruimte aan het vliegen hier zo. Wie had dat ooit gedaan? Wow, die snelheid. Ik ga echt 500 kilometer per uur. Oh nee, Dennis. Ik lig op de zijkant. Ik lig ook op de zijkant. Dit hoort niet te kunnen. Dit is een beetje verkeerd. Dennis, mijn karretje is ermee gestopt. Ik sta weer recht. Oh, Dennis! Wat gebeurt allemaal? Ik zie je. Hoi. Ik lig op de kop. Doei, Alex. Dennis, ik val naar beneden. Oh nee, moet ik hier nou echt springen? Oh, hier liggen nog meer karretjes. Daar liggen nog meer karretjes. Alex, je moet naast me. Ja, maar ik kan die karretjes niet meer in. Oh nee. Dit gaat snel. Wow. Oh nee, dit gaat heel snel. Dit wordt niet te kunnen. Ik stel mijn benen. Oh my god. Wat was dat? Wat gebeurt er? We gaan zo snel. Wow. Dennis, kom naar het einde. Ik wacht daar op je. Het einde, ik vlieg er overheen zelfs. Oh nee. Alex, ik denk dat ik op de maan land. Alex, ik ga letterlijk naar de maan toe. Dat is niet goed, Dennis. Ik zou, dat is helemaal niet goed. Je moet bij het einde komen. Ik ben hier bij een grote eend. Oh, geen idee wat hier gebeurt. Oh, dat is echt niet goed. Wat ligt hier trouwens allemaal? Heb ik nou een jetpack? Ik ben weer bij het begin. Dennis, ik heb ineens een jetpack. Hoe werkt dit? Ik weet het niet. Wow. Oh nee. Wow, dit is cool. Ik weet alleen niet helemaal hoe ik hiermee moet vliegen. Hij gaat niet echt omhoog. Hij gaat alleen naar beneden. Dennis, wil je mijn jetpack zien? Ja, maar waar ben je dan? Achter je. Huh? Hoe kom je hier? Kijk. Wow. Ik heb een jetpack. Wow, die is cool. Werkt die ook echt? Ik denk het. Oh ja, niet zo heel erg goed. Ik denk omdat ik op de maan. Hij werkt wel. Ik ga gewoon super langs naar beneden. Dat is echt mega vet. Klik op een van de twee video's die hier naast mij kunnen zien staan. Die moet je echt gezien hebben. Doei!